een goed idee, maatregelen loslaten voor mensen die volledig gevaccineerd zijn? Nee, ik vind van niet. Want net hadden we natuurlijk het verhaal van een viroloog. En natuurlijk niet de minste, daar alle respect voor. Maar dat is natuurlijk de virologische kant van het verhaal, maar zo te zeggen. Er zit natuurlijk een heel groot normatief vraagstuk hieraan van, moet je dit willen? En dat heeft niet te maken met, is dat nou effectief met het virus bestrijden, ja of nee? Zou dat kunnen in dat opzicht? Het is ook gewoon de vraag, moet je dit willen? Moet je een parallele samenleving willen, waarbij de ene groep wel vrijheden echt gigantisch terugkrijgt en de andere groep echt heel erg achterblijft? En dat zijn fundamentele vrijheden waar het over gaat. Ja, en dan krijg je dus een parallele samenleving en dan wordt het dan voel je natuurlijk, we hebben eerder ook in de Kamer is er uitgesproken, geen dwang en drang bij vaccinaties. Nee? Daar was bijna iedereen mee eens, behalve de VVD en D66. En nu zie je toch via zo'n glijdende schaal, eerst zo'n vaccinatiepaspoort en daarna, hé, daar worden opeens rechten aan ontleend. Zie je toch weer dat je op dit punt uitkomt, en daar is al heel vaak voor gewaarschuwd. Dat zorgt voor segregatie in de samenleving, dus moeten we absoluut niet doen. Nee, dus